Hallo en leuk dat je kijkt. Ik ben Stefan Jansen en vandaag gaan we een dienst draaien in de Mercedes B-klasse. En we gaan eens kijken wat we allemaal tegenkomen op ons pad. Dus ja, ik heb de B-klasse al netjes klaargezet. Ik heb mijn dienst gemeld. Laten we eens even kijken wat we tegen gaan komen. We gaan even de gordel. Goedendag meneer. Goeiedag meneer. Algemene verkeerscontrole. Ja, oké. Okay. Uitstappen en een rijkentekenbewijs. En zeker een beroepspas. Ik ga uitstappen meneer. Ja, heel fijn. Wacht even meneer. Secondje. Ik word even gebeld. Maar meneer, u bent met mij bezig. Lijkt me niet handig dat u de telefoon gaat opnemen. Oké, meneer, ik ben terug. Wat moet ik haar nu geven, meneer? Een rijkentekenbewijs en een beroepspas. Oké, ik ga mijn best doen. Dit is mijn ID-bewijs, meneer. Ja. Alsjeblieft. Meneer, ik ben een hardwerkende taxi, meneer. Allee, mijn tijd. Ja, goed, wij moeten wel controleren natuurlijk, hè. Ja, dat snap ik, maar mijn geld is kostbaar. Nee, dat begrijp ik. Als er niks aan de hand is, is er niks aan de hand, toch? Nee, zeker niet, meneer, zeker niet. Heeft u nog een beroepspas voor mij? Ik zal eens kijken, meneer. Ziezo. Ah, kijk, heel netjes. Meneer, heeft u het gehoord? Er is een toeter. Een toeter? Een toeter, ja. Ja, ik bedoel een klaxon. Een klaxon, ah, dat klinkt nog leuker. Ja, zeker leuk. Nee, begrijp ik. Ik ga nog heel even het voertuig controleren en daarna kunt u... Geen zorgen, meneer, doe maar. Ziet er allemaal keurig uit. Wat zei u meneer? Ik heb het niet gehoord. Het ziet er allemaal keurig uit. U heeft hier uw rijkentekenbewijs terug en een beroepspas. En dan wens ik u een fijne dag. Oké, ik wens u ook een fijne dag. En zorg dat u die meneer pakte. Ja, kom maar goed. Oké. Mag even de auto aan de kant gaan zetten. Oei, waarom meneer? Ja, dat leg ik u zo uit. Oké, meneer. Mag u de motor even uitzetten, mag u even uitstappen. Wil ik graag een rij- en kentekenbewijs zien, meneer. Kom maar, gaan we even op de stoep staan, lijkt me handiger. Meneer, het volgende. Waarom bent u zo'n toeter als ik met iemand in gesprek ben? Nou, ik weet dan niet met wie dat u in gesprek bent, meneer. Ik was gewoon aan het passeren. Ja, dan gaat u lopen toeteren. Maar gewoon om de muziek maken. Ik hou van muziek. Mijn passie is muziek, meneer. Ja, alleen is dat onnodig geluidsoverlast, meneer. Excuseer meneer, dat wist ik niet. En u komt ook een paar keer voorbij rijden, heen en weer, ook door rood. U gaat een bekeuring krijgen voor het onnodige geluidsoverlast. Is deze auto van u? Ja meneer. Die is van u, oké. Okay. Ja. Is. Dus even hier komt staan, dan gaan we de bekeuring in orde maken, want dit kan natuurlijk niet zo, hè. Oké, excuseer. Maar kan u mij niet één keer door de vingers laten kijken? Nee, als ik dat bij iedereen zou moeten doen, dan... Maar meneer, allee, het is mijn eerste keer en allee, ik ben altijd braaf geweest. Dus ik heb ook geen strafblad en... Ik heb 7 zieke kindjes en ik moet die opvoeden. Man, miserie. De bekeuring krijgt u binnen 2 tot 4 weken thuisgestuurd. En dan staat achterop hoe u in bus vaak kunt gaan. Hier is een rijkentekenbewijs en dan wens ik u een fijne dag verder. Oké, dankjewel. Ik ben om de hoek, ik ben aanrijdend. User is moving.
Wat zei jij, Lucas? Ja, collega wordt beschoten. De noodknop. Collega neer. Ik ben er. Ja, ik mag graag Daisy aanrijdend. Collega is beschoten over. Hele korps collega aanrijdend. Vraagteken. User joined your channel. Wat voor een wapen? Collega, hoort u ons? Of moet ik op nummer aan het aanpassen? Collega. Heeft u gezien wat voor wapen gebruikt is? Zo. Dank u wel. Ik blijf wel David. Noodknop? Ja, dat ben ik. 2 BF400. Fijne 22 dienst. Fuck. Voor het HB op. Denk ik iemand dood? Nee, niemand dood volgens mij. Oké, okay, ik ging in de noordelijke richting weg. BF402 zitten er helemaal in zwart kleding. Ja, wil iemand dood. Betreft het een nieuw scenario of niet? Ja. Doe alleen maar even de weg afzetten hier. Wat voor een wapen werden geschoten? Pistool. Ja, een pistool, een BF-400, 2 mensen met een bivakmuts op. Zitten we er nog achter? Negatief, denk ik. Toeran, je mag even de weg afzetten aan de andere kant. Ik zie ze niet de snelweg richting grote snelweg afrijden. Ja, positief. We kijken de stad richting grote grens. Ik las hem. Hebben jullie die gast? Dan ga ik zoeken naar die andere. Lucas, kan je even zuidelijk en, is dat een gouden rumpel? Ja, je reed er langs. Ja, dat moet je hebben. Ja, wij zitten erachter. Positief 3, denk ik dan. Positief, BTGV. Ja, ontvangen. BTGV radio stelt. BTGV tussen de AEB en Risse Majestics, vuurlijn. Je handen laten zien en met je handen mogen tegen jou toe gaan aanstaan. Moet ik aankoppelen daar zo? Sound muted. Met je handen omhoog tegen die rumpogen aanstaan. Er zijn vuurwapens op je gerecht en bij elke verdachte beweging wordt er gerecht geschoten. Vrijlaten nog. Je mag 2 stappen of 2 meter links van die rumpogen gaan zetten. 2 stappen achteruit. Mag je zo stoppen blijven staan. Een rondje draaien van 360 graden. Dan mag je met je hoofd de andere kant op gaan staan. Mijn collega die gaat zo meteen naar je toe komen om je te boeien. Bij elke verdachte beweging wordt er gerecht geschoten. Zus zit er dan. Ik ga oplopen. Goed, hij is verder leeg, 1815. Even nog auto checken, Arne. Trek hem achteruit. User left your channel. Was het de bedoeling dat ik achter werd gelaten? Nou, dat lukte niet. Channel switched. Collega, als u even in dit oortje wil komen, in het juiste oortje. Ja hoor.